Dames en heren, er kan ieder moment wat gaan gebeuren met deze kubus. Hij gaat, als het goed is, straks die kant op rollen. En ik heb super vette informatie voor jullie. Deze lama gaat het waarschijnlijk net overleven. En zoals ik zei, ik heb hele vette informatie over deze kubus. Wat hij waarschijnlijk gaat doen, want hij is natuurlijk al een heel stuk doorgerold. Maar laten we eerst kijken hoe dit ding zo meteen omver gaat rollen. Want het gaat ongeveer over 10 seconden rollen. Want ik heb hier een timer rechts van me staan en die klopt vrijwel 100%. Dus we gaan aftellen van 7, 5, 4, 3. Oh, daar gaat hij 2, 1, let's go! De lama gaat het als goed is overleven. Dat vind ik heel erg fijn dat die lama het gaat overleven. Maar daar gaat hij, gaat die kant op en dit is ook heel erg logisch. Ik had al verwacht dat hij die kant op zou gaan. We gaan voor de zekerheid even kijken of de lama het heeft overleefd. Lamaatje, hallo. Kijk, hij heeft het overleefd. Maar dit gaat hij niet overleven. Let's go. Boom. Rest in peace. Oké, dames en heren. We zijn eventjes weer in replay mode. Want we gaan het even hebben over deze kubus. Ik wil eigenlijk iedere dag even een updateje geven over de kubus. Waar die heen gaat, wat er ongeveer mee gebeurt. En ik heb hier wat informatie voor jullie. Want zoals jullie zien heeft hij weer een mooi pad gemaakt. Hij is hier, hij komt vanaf deze kant, heeft hij bij een huisje kapot gemaakt. Is toen deze heuvel op geweest, is toen van deze kant gegaan. En heeft toen vanaf hier is hij de heuvel afgekomen. Even kijken welke heuvel was het. Sorry, het was deze heuvel hier. Hier is hij van afgekomen. Je ziet dat de cactus er ook weer mooi bij staat. Is hij zo helemaal naar beneden gegaan en is hij nu helemaal daar. Ik heb dus wat informatie over, maar voordat ik daarmee ga beginnen wil ik het eerst even boven deze caps. Deze caps kan je kopen op hulvark.nl/winkel. Ga ze even checken. We hebben de website iets aangepast. Dus misschien dat hij nu wat duidelijker is. Ga sowieso maar even kijken. Maar ik heb dus wat informatie. Ik ga eerst even over iets anders hebben en dat is namelijk het gifting systeem. Want daar is een update over naar buiten gekomen. Want er zijn files geleakt over het gifting systeem. Deze update was er blijkbaar al afgelopen dinsdag. In ieder geval al eerder deze week. Was niet met de update die vandaag is uitgekomen. Maar deze update zat er al. Deze files zat er al eerder in. Maar er zijn dus files geleakt dus van hoe het eruit komt te zien. Hoe de gift eruit komt te zien. Heel erg interessant. Dit laat maar weer zien dat ze erg druk bezig zijn met gifting. Maar wanneer die uitkomt, weten wij niet. Dus blijf het niet continu vragen. Wij zeggen wel wanneer we weten wanneer die uitkomt. We hebben namelijk geen idee op dit moment. Maar dan gaan we het hebben over de kubus. Want de kubus, daar gaat deze video natuurlijk hoofdzakelijk over. Want de kubus is doorgerold, jongens. We hadden nog een kans dat hij deze kant op zou gaan. En dan rechtstreeks naar Salty zou gaan. Maar dat heeft hij afgeslagen. Hij is namelijk doorgerold en rolt nu richting het water. Richting het riviertje hier zo. Daar lijkt het in ieder geval op. En misschien is dat het ook wel. Want er zijn op dit moment twee opties naar onze mening. Maar voordat we gaan beginnen, voordat ik jullie ga vertellen wat die twee opties zijn, wil ik jullie eerst een kaartje laten zien. Dat is deze kaart. Op deze kaart kan je zien hoe de kubus nu ongeveer het helemaal heeft afgelegd. Hoe ver die ongeveer is gekomen. Hij staat ongeveer 1 of 2 stappen terug. Want ja, die kaart is natuurlijk niet 100% up-to-date meer. Maar dit is wel een van de meest up-to-date kaarten die er op dit moment beschikbaar is. En daar zie je dat hij heel duidelijk deze kant op wil. Nou hebben wij dus twee opties zoals ik net zei. De eerste optie is dat hij toch naar Loot Lake gaat. Wat we al een hele lange tijd zeggen. Maar dat hij dat gaat doen via deze rivier. Het enige ding wat we daarover te zeggen hebben is eigenlijk dat hij op dit moment te traag rolt om bij Loot Lake aan te komen voordat de week voorbij is. Want we hebben voorspeld dat het ongeveer een week duurt totdat hij op de plek is waar hij moet zijn. Want we zitten inmiddels bij dag 3, dus er zijn nog maar 4 dagen te gaan uit mijn hoofd. En dat gaat hij never nooit redden in dit tempo. Dus daar lijkt het op. Dus het kan zo zijn dat hij dat niet gered, dat hij dus optie 2 doet. Of hij gaat sneller rollen en dat zou best wel iets kunnen zijn. Dan gaan we door naar optie 2. En optie 2 is wel een hele interessante. En ik zie deze door meerdere mensen dat deze wordt ondersteund. En meerdere mensen denken dat dit best wel waar zou kunnen zijn. Want je hebt natuurlijk allemaal van die stenen hoofden in de map. En we hadden laatst een challenge. Dat was de challenge van ga naar de locatie waar alle hoofden naartoe kijken. En ik ga jullie laten zien welke locatie dat is. Dat is deze berg. Op deze berg kon je toen zo'n tier pakken. Zo'n sterretje voor een challenge. En wat best wel zou kunnen zijn, is dat de kubus die nu hier is, deze kant op gaat rollen en deze berg op wil. Misschien gaat het hem lukken, misschien niet. Misschien gaat hij ernaast staan.
Maar het zou zomaar kunnen dat die stenen hoofden een bepaalde kracht hebben of zo. Een bepaalde aantrekkingskracht waardoor de kubus daarheen wil. En zoals je nu kijkt, gaat hij er rechtstreeks op af. Als je kijkt vanaf die locatie, dus daar ergens. Ik kijk of ik kan inzoomen. Volgens mij daar zat hij eerst. Als je kijkt hoe die nu gegaan is, dan komt hij best wel nauwkeurig uit op deze plek. Kijk maar, ik zal nu rechtstreeks vanaf deze plek daar naartoe kijken. En daar is het. Jullie zien het nu heel goed. En de kubus zit er bijna precies tussenin. Dus het zou heel goed kunnen dat hij letterlijk op deze berg wil gaan staan. Omdat er dan, omdat je dan al die stenen hoofden hebt die deze kant op kijken. Misschien is dat wel ook iets wat dat hetgene wat gaat gebeuren straks. Dat er gekke laserstralen uit die stenen hoofden komen. Dat die, en dat deze dan geraakt worden ofzo. Ik weet het niet precies. Maar het is een hele vette theorie. En ik wil me echt heel erg graag geloven. Dat is ook een beetje de update die ik voor jullie heb. Wij zijn eigenlijk op dit moment de twee opties. Er is eigenlijk niet echt een theorie waarom hij deze kant op zou gaan. Dat zou ook een beetje raar zijn, want dan gaat hij namelijk weer naar de buitenkant van de map. En ik denk eerder dat hij meer de binnenkant van de map op wil. Dus ja, maar het kan natuurlijk nog steeds dat hij straks na deze val, want ja, hij valt nu bam, dat hij na deze val toch die kant op gaat. Maar het zou heel onlogisch zijn, want hij had hier al die kant op gekund. Maar ja, we moeten het zien. De tijd zal het leren. En ik hoop dat jullie het heel tof vinden. Ik ben super hyped voor dit seizoen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren de aankomende tijd. We blijven jullie natuurlijk up-to-date houden van alle dingen die er gebeuren. We zullen morgen weer een video maken over de kubus van zijn movement. Want we willen jullie graag heel erg graag up-to-date houden van eigenlijk alles wat wij weten. Sowieso abonneer op de Vulvraag. Als je dus dit soort dingen als eerste van Nederland wil weten. Want wij zijn namelijk een van de eerste van Nederland die hier achterkomt. Zet dan ook gelijk het belletje aan. Want dan weet je altijd wanneer wij een video uploaden. Of ga naar onze Discord, want daar kan je ook altijd zien wat onze nieuwste video's zijn. Want wij posten op onze Discord automatisch een bericht van als wij een nieuwe video hebben. Dus onze Discord moet je ook even joinen. Discord.gg/veelgracht of het linkje staat ergens in de beschrijving. Ga het eens even checken. Abonneer dus, check als de merchandise, like de video. En ik heb nog wat gameplay op de achtergrond, dus geniet ervan. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer en peace out.